Hé, hey, wie hebben we daar? Oh. Kijk, dit is de goede stand van de oren, hè? Ja. Wat is het daar, jongen? Winnaar! Dat je iets meer probeert te zitten op je rechter zitbeenknobbel. En je rechterschouder iets lager. Er ligt iemand... ja, hoe zal ik het zeggen? Dood. te slapen. Oh... Hij komt overeind. Nee, niet opstaan. Wat schattig. Helemaal moe. No. Hij moet echt nog even leren dat als ik er aankom dat hij gewoon mag blijven liggen. Schatje. Lekker moe. Deze zijn lekker aan het eten. Hey, hallo. Vandaag stond het maken van foto's op de planning. Ik heb dus verder niet gevlogd, want er werd alleen maar gefotografeerd. Want we wilden met de nieuwe Fibergrass Roovermix van Florian Horsfood, die ze op zich al wel weer een paar maanden hebben, nog een leuke foto maken. En toen besloten we ook nog eventjes over de boomstam te gaan springen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag en ik heb dus mijn eerste les met Nacho vandaag van Helma. Best wel zin in. Ik heb natuurlijk van de week aangegeven... dat ik het idee heb dat hij naar tandarts moest. Ik heb natuurlijk al even helemaal gevraagd, heeft hij wel zin om te komen. En toen zei zij, nou twee ogen, of nou vier ogen dan, zie je meer dan twee. Dus kom maar gewoon en dan kijken we er samen even naar. En ik kan aanstaande dinsdag, als het vandaag echt uitkomt, oké, het ligt echt aan zijn tanden. Dan stop ik natuurlijk met rijden tot dinsdag. Want dinsdag kan hij naar de, hoestmiddel wilde ik zeggen, naar de tandarts toe. Ik heb dus auto en trailer klaar staan. Polly is erbij. Als het goed is heb ik al alles al ingeladen. Ik ga zo nog even alles langs. Dan gaan we nu even een natje pakken. Even snel een borsteltje eroverheen. Ik ga hem denk ik zonder deken op de trailer zetten. Want de vorige keer dat ik toen met deken deed, ging naar Countryville toe. Het is wel ietsjes warmer. Maar het kwam nu er echt mega bezweet onderuit. Dus ik heb wel zijn zweetdeken meegenomen voor op de terugweg. Maar ik denk dat ik op de heenweg eventjes zonder zet. Hey, wie hebben we daar? Hallo. Nou, hij had heel even wat hulp nodig. Even een twijfeltje hadden we, maar ja, hij is niet meer op de trailer geweest sinds dat hij hier staat natuurlijk. En daarna liep hij er zo in. Dus we gaan lekker rijden, heeft lekker hooitjes. Tot straks, schatje. Doei. Ik ben al gemest, hè? Ja, wat is dat nou voor nieuwe bakken, hè? Buren. Goed zo. Braaf, hè? Jongens, jullie gaan niet rennen, want ik weet niet wat deze doet. Ja, ik kan er geen garantie op geven, Feline. Niet te dicht op dat hek. Ja. Ja, dan moet je wel vooruit kijken als je linksom rijdt. Dat je goed de buitenschouder wat bijstuurt. Anders kom jij een keer met je been in het hek. Is braaf, jongen. Dus niet te bol laten worden op die rechterkant, Feline. Ga maar gewoon... Ik kijk liever even. Ja? Ga maar gewoon rustig losrijden. Zodat je even kunt laten zien hoe je dat normaal... wat je met hem doet. Ja. Dus doe gewoon lekker je ding. Sling het nog heerlijk aan alle kanten. Ja. Ja, en toen ik hem kocht, joh, dan was het echt... als je een soort foto uit een bepaalde hoek nam, leek het net of je hem bij het slachthuis vandaan had gehaald. Zo dun was die. Zo bloot, ja. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog die tuigerheupen. Dat maakt het ook al gauw een beetje... Kom. Dat aanzicht... Goed, het is sowieso een rankpaard van zichzelf. Hè? Ja. Dit is nooit een beest wat een hele grote, dikke ploffert gaat worden. Nee. Nou, groot is die wel, maar... Nee, en de dierenarts was van de week bij me, die ook de voedingsadviseur van mijn voermerk is. Ja. En die zei, toen zei ik ook van, ja, zo'n paard moet je ook niet met een Marley gaan vergelijken. Want nee. dat is gewoon helemaal niet te doen. Nee, maar het is zo totaal anders. Ja. Ja. Heel veel verschillender had je ze niet kunnen bedenken. Nee. Maar dat is ook wel weer heel leuk. Braaf. Heurig hoor. Goed zo. Laat me lekker los. Ja, probeer zoals nu, hè. Probeer al rechte lijnen te rijden. Het is altijd een hele verleidelijk als je een diagonaal rijdt, om hem het laatste stukje zo in een soort zak over die buitenschouder te laten vallen. Hè. En als je voelt dat op een gegeven moment wel aankomen, want alle paarden, en zeker jonge paarden, die trekken een beetje zo met de schouder naar het hek. En als je dat aanvoelt komen, moet je eigenlijk gewoon een beetje gas geven. Ja. Gewoon recht voorwaarts oplossen. Kom. En dat is het leuke met jonge paarden, dat ze heel snel leren. Maar je leert ze ook heel snel dingen fout. Ja. Dat is ook een verleidelijke. Nou, een super nuchter paard zo, hè? Mm. Ja. Oh, daar zien we wat. Dan zien we in één keer allerlei spookachtige dingen. Dat is eng. Kom, hup.
Ja, dat vond hij van de week bij ons ook. Dan was hij al een half uur was hij rondjes door de bak aan het lopen. En in één keer dan ziet hij wat. En dan één keer zag hij wat. Wat er op zich al heel tijd lag. Ja, er staat weer nieuw publiek. Braaf, voetje. Is braaf. Keurig hoor. Goed, kijkjes. Braaf. Goed zo. Kijk, dit is de goede stand van de oren, hè, die hij nu heeft. Braaf, goed. Kom maar. Ietsje gesteld houden voor het geval dat. Ja, vanaf deze kant is het kennelijk veel minder eng. Ja. Zoals ik zeg, als hij de aandacht bij mij heeft, dan gaat het echt best wel goed. En als hij dan... Nou ja, dan staat zo'n paard ook open, hè. Als hij de aandacht niet bij jou heeft, dan is hij ook niet met jou bezig. Dus dan kun jij hulpen geven wat je wilt, maar... Ja, je komt niet door of niet goed door in ieder geval. Mm-hmm. Neem rustig je tijd hoor. Zachtjes. Ik zou nou aandraven als hij eerst weer iets ontspant. Want hij loopt nou net een klein beetje bovenin. Dus wacht even, je timing is wel belangrijk. Ja. Dus laat hem eerst zo rustig daar er weer in zakken. En dat je hebt... Ja, met het oog op de stress is links inderdaad handig om te beginnen. Weet je dat het voor mij nu al voelt of je in regelop zitten? Hè? Weet je dat het voor mij nu voelt... Alsof we in regelop zitten. Nee, joh. Kom. Nee, een jong paard moet gewoon lekker naar voren. Springen moet hij. Galop sprongen maken. Doe maar. Lekker naar voren. Doe maar. Zo, ja. Doe maar. Gas, gas, gas. Rij maar door. Overtuiging. Ja, doe maar. Doe maar. Hij zoekt bijna je hand op. Geef een klein beetje steun in je hand. Rij maar door. Ietsje de bocht om. Ja, braaf. Goed zo. Nou mag hij wel een keer terug naar de draf. Zo. Goed zo. Zo. Ja, dan moet je echt... Heel voorwaarts. Kijk, het is natuurlijk niet te vergelijken met Marley. Ja. Deze maakt sowieso veel grotere wappers. Dus je bent veel sneller sowieso al aan de overkant. Hè? Ja. Laat maar door. Zo, ja. Prima hoor. Goed zo. Eerst even stappen of gelijk ja, door? Ja, nee. Doe maar even stappen. Dan kunnen jullie even op adem komen. Goed zo, met een paard in deze fase van de africhting is het gewoon belangrijk dat je hartstikke voorwaarts galoppeert. Ja. Ja, en dan ga je voor jouw gevoel misschien in een rengalop. Ja, gewoon doen. Ja? Niet terugrijden. Hij moet eerst springen, want anders dan gaat hij al heel gauw in een bijna viertakt galop en iedere keer eruit vallen. Ja, dus met het aangalopperen ook, je hoeft niet zozeer je hulp heel groot te maken, want hij snapt je hulp in principe. Mm-hmm. Maar jij mag wel van jezelf uit iets meer overtuiging. Ik mis jouw overtuiging daarin. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, laat hem maar lekker lopen daar hoor. Niet erg vinden, hij is nou een beetje druk hè, van die galop. Gewoon lekker laten lopen. Braaf is die. Ja, hij vindt in één keer alles eng aan die linkerkant. Ja, ja, ja. Ja, maar hij doet niet heel stom hoor. Kijk, dit is weer een fijn stukje zo. Goed zo. Zo ja. Goedemiddag allemaal. Het is zaterdag. Ik ben met Dena. Hallo. Die hebben we nog niet gezien. Ik ben met Mar bij Vito Mink weer op stal. We hebben vanochtend weer mengcursus gehad. Het was super leuk, want we gingen voor het eerst naar Nijkerk toe. Daar hebben we straks ook examen. En het is echt veel makkelijker om in een woonwijk, eigenlijk in het verkeer zeg maar, te mennen. Want we gingen het in een bak gingen we ook oefenen. Aha. We gingen zo met... Pionnetjes en dingen. En dan moet je altijd zo achter je kijken en dan zeggen of je links-rechts gaat. Maar je rijdt in een bak, dus dat ben je nog niet gewend. Nee, klopt. En dus dat verrat je heel vaak. Dus ik dacht echt, oh god, dan moeten we maar gaan zien hoe dat dan in de stad gaat. Maar eigenlijk is dat veel makkelijker. Want je bent vanuit de fiets en de auto gewend om ook je hand uit te steken. En achter je te kijken en zo. Dus eigenlijk ging het echt super goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Mar die is lekker aan het ijzer aan het likken. Vito is even aan het lunchen. Dus dat betekent dat ik Mar even ga optuigen zelf. We hebben daar het tuig klaar liggen. En met die menwagen gaan we weer weg. En Deen die woont hier vlakbij. Dus die zei dat ze het wel leuk vond om even langskomen. Ja, en ik wilde Nacho meeten. Dus ik ga gezellig weer naar mee. Dus dat is het plan. En nou goed, Mar heeft lekker heel de ochtend op stal gestaan. En dan ga ik hem nu lekker intuigen. En dan gaan we straks weer een rondje rijden. Dus ik ben helemaal blij, want het is ook best wel lekker weer. Ik heb volgens mij nog nooit op een menwagen gezeten. Echt niet? Nou, nee, niet dat ik me kan... Oh jawel, ik heb een keer met Thijs gemend. Maar dat is heel lang. Dat is heel lekker. Ja, inderdaad. Wow, mijn oorbel zit los. Want goed dat het niet uitval is. Oké, ik ga met Mar optuigen. Hey!
Peekaboo. I'm sleeping. Hallo. Cutie. Oh, voorplukje. Nou, ik heb hem opgezegd. Ik moet eventjes navragen of het borsttuig iets hoger moet. Ik denk dat we nog steeds geen broek doen. Hij staat wel weer lekker chill bij. Hij is nog aan het slapen. Ja. Of nou, weer. Als jij hem even bij hem blijft, ja, dan ga ik even de car klaarzetten. Hallo. Hallo. Hey. Oh ja, dat is mijn hond natuurlijk. Zoals ik jullie al vaker verteld heb, vindt Marley het best wel moeilijk om weg te stappen. Dat zie je hier ook gebeuren. Krijg je een soort yo-yo effect. Daarom hebben wij er ook expres nog geen broek achter. Want het is eerst belangrijk dat hij gaat snappen dat hij echt weg moet lopen. Het is daarbij belangrijk dat iemand hem aan de voorkant helpt. Dus even met hem meeloopt. Dat er natuurlijk sowieso iemand op de bok zit. En ook eventueel nog iemand aan de achterkant duwt. De vorige keer hadden we dat duwen aan de achterkant gedaan. En dat ging toen al heel erg goed. Dus vandaar dat we het vandaag weer zonder probeerden. Maar je merkt dan toch dat hij dat weer best wel spannend en moeilijk vindt. En Marley is super braaf, dus daarna liepen we een stukje door. Daarna ging het helaas nog een keer eventjes niet goed en heeft Dana nog eventjes aan de achterkant geduwd. Eenmaal van het erf af, lekker rechtuit en een drafje inzetten, dan doet hij het heel erg goed. Niet focus op het punt waar je naartoe wil rijden, niet naar die auto's kijken. Nu niet, ja. Het is echt allemaal andere dingen. Goed zo. Kom, kom, kom. Voorwaarts. Kom. Kom. Ja. Ik heb nu zo'n schoen aan. Vorige keer niet, ja. Ja. Ik heb heel veel dingen in de Goed zo, man. Braaf. Super, jongen. Ja, nu nog natuurlijk had je even die vakantie ertussen zitten. Als we nu wat meer vastigheid hebben in elke week, zeg maar. En we lukken. Voorwaarts. Dus je moet proberen nu sturen en iets lucht, zodat hij weer die kar kan trekken als het ware. Rechts rijden. Even goed rechts kijken of die auto gaat doen, want ik denk dat die ongeveer gaat halen. Dus we blijven links rijden. Goed zo! Ja, jongen, ja hoor! En ik ben er ook zo, maar. Ik heb gedronken of zo. Oh, dat mag niet doen, hè? Nee. Even opletten, zie je? Dan wordt een beetje, gaat er een beetje grote draaf, hè? Ja, juist. Goed. Daar zie je paaltje staan. Ja. Dan gaan we links. Dus goed rechts houden. Goed zo. Rustig ophouden hier links. Goed gedaan, jongen. Knap hoor. Goed zo. Ja, juist. Ja, als je nu zo staat stilstaan, dan stopt hij en dan komt hij in één keer het tuig, weet je wel. Dat is net een handig. Ja. Ja, jongen, goed hoor. Kom, door. Door, kom. Ja, goed zo, tijd. Pas tot, ja. Ja. Oh, mooi contact houden, mooi recht sturen. Nou, er komt niks aan die kant. Daar ook niet. Een keer hier gewoon groot, hè. Gewoon niet verkeerd rennen, zo rustig. Zit daar die zwarte vlek op de weg. Zal hij misschien op reageren, weet ik niet. Kom, 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 kom.
Ik weet niet of het zo is als woensdag. Nee, het valt mee, hè. Ik vond vroeger spannend als we van die fietsers op de weg lagen. Ja, klopt. Echt... Die blauwe dingen die we in het laatste straatje tegenkwamen, dan moet je met Jarno op je de rechte probleem. Oh. Hij denkt weer op naar huis. Beetje verstopt, hè? Nee, ik heb de. Nee, schatje. Ja. Hé, hey, knapperd. Lekker ding. Milo Shop, je hebt goed gedaan. En we gaan gelijk door, want tijdens het mennen kreeg ik allemaal appjes en telefoontjes dat Anne en Els met hun paard Duke naar de finale mochten van het Lunters Vrouwtje. Een wedstrijd die al een paar dagen bezig was, dus dat je naar de finale mag gaan, dat is heel erg bijzonder. En aangezien ik geen avondplannen had, ging ik daar natuurlijk heen en ze wonnen gewoon de finale. En dat betekent dat op de eerste plaats is geëindigd voor het Lunters Vrouwtje Dressuur 2022, Anne Ferry Viret met 73,9%. 73. En dan zal namens de organisatie van de Luna Ruiters, alle ruiters en de jury, een echt authentiek Luna spittertje aangeboden worden. Binnenhouden. Oh, ja, nou, je mist wel wat alcohol. Wacht, die moeders. Moet ze wachten? Want niet over de koek heen. Hop, gewoon zo naar achter. Paard wil er ook wel eentje van zijn. Hadden ze hier de zenuw in, ik zat te gezichten. Shit, dadelijk kan ik niet eens drinken. Kan ik wel paard drinken? Ja. Als het dan afvalt, deze wordt het niet zo goed. Het schijnt toch dat je dan heel flexibel wordt, hè? Proost! Namens de Luna Ruiters alle deelnemers hartelijk dank voor het deelnemen en de vijf die hier in de hoofdrij aan staan, gefeliciteerd. En gaat er nog ereronde muziek? Of, Ja, ik denk het. Als Anna voorop wil en de ereronde wil leiden, dan vragen we het publiek om gepast te klappen voor de deelnemers met oog op de veiligheid. En dan zullen we ook de ereronde gaan instarten met muziek. Ik zie jongen. De vijf winnende combinaties van het Lunters Dressuur Vrouwtje 2022. En daar komt ze aan. Winnaar van het Lunters Vrouwtje Dressuur. Anne Vierhout met Narduk. Goedemorgen, middag is het denk ik wel al ondertussen. Het is vandaag maandag en ik ben echt 2 dagen achter elkaar hier zo op de rijvereniging. En niet eens omdat ik zelf met mijn paarden ga rijden. Gisteren was ik hier omdat selecties was en ik ging Remke helpen. En vandaag ben ik hier omdat wij een ander paard hier zo hebben staan. Dit is... Nou, ik denk de meesten kennen Tess wel van Pura Raza Divino. Die is even de spullen aan het pakken. En dit is Santos. Meestal als je Tess kent, ken je Santos ook wel. Hallo! En Tess heeft dus een serie op haar YouTube kanaal lopen. Dat heet Santos on Tour. En dan gaat ze dus langs allemaal andere YouTubers. Of ze komen naar jou toe. Dat ligt er weer aan. of diegene natuurlijk plek hebben dat ze naar jou kunnen komen. Maar het gaat vandaag en om 1 à 2 uur regenen. En het waait best wel erg. Dus ik zei, nou, rij maar gelijk door naar de binnenbak. Ja. Dat is wat handiger. En ik wilde eigenlijk dat Tess dan ook even op Nacho ging. Want dat is natuurlijk een halve tuiger. Sans een hele tuiger. Maar die loopt natuurlijk niet helemaal goed. Omdat die met die tanden zit en zo. Dus dat dacht ik, ja, dat is dan ook niet komt helemaal... Komt wel een keertje. Komt wel een andere keer inderdaad. Dus we gaan Santos zo opzadelen en dan hier lekker de binnenbak in. Dan ga ik mijn spullen eventjes aandoen en zo. Dat is in ieder geval een serie voor Tess haar kanaal. Dus ik zal hem eventjes linken, want volgens mij staat die video nog eens goed. Dus tegen de tijd dat deze video online komt al online. Maar we zullen zelf ook nog eventjes wat doen. En haar challenge is dus
één rondje doorzitten op Santos. Want het is een tuiger, hij gooit heel erg hoog op. En nou, dat blijkt dus heel erg moeilijk te zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben in ieder geval wel al blij dat ik het nu mag doen. In plaats van bijvoorbeeld een paar maanden geleden. Want toen kon ik natuurlijk nog helemaal niet op überhaupt een ander paard dan Marley rijden. En nu ben ik al iets meer Nacho gewend. Zowel de lengte als dat het ook wat smaller is natuurlijk. Dus dat gaat mij denk ik wel een beetje helpen. Dus we gaan even kijken wat we kunnen filmen voor mijn kanaal. Maar het grootste deel zal dus zijn voor de video op Tessa's kanaal. Maar voor het mooie mag hij met zijn neusje eruit. Maar ja, hij is natuurlijk in Spanje zo lang opgeleid dat hij met zijn kin op zijn borst mag. Yeah. Dus dat is echt de hel om dat eruit te krijgen. Yeah. En ik ben wel heel blij dat hij nou al wel wat lengte wil opzoeken. Hij kon echt alleen maar zo met zijn kin op zijn borst een beetje rondtuffelen. Ja, en zie dat we dan maar eens uitkrijgen op zo'n late leeftijd nog. Misschien leuk om een beetje achtergrondinformatie over Tess en Santos te vertellen. Tess is dus bekend van haar social media kanalen Pura Raza Divino en heeft sinds 5 jaar eigen bedrijf in de paarden en sinds een aantal maanden haar eigen stal. Tess doet paarden opleiden, klaarmaken voor verkoop, soms ook paarden met een verhaal. Dat vindt ze eigenlijk het leukste. Maar niet alle paarden hebben een trauma of lastige achtergrond, maar zo zijn wel veel van haar paarden op haar pad gekomen. Ook rijdt ze in het dressuursport met veel verschillende rassen, van Fries tot Tuiger en van KWPN'er tot Spanjaard. En Santos is als veulentje op de paardenmarkt in Nederland verkocht naar Spanje. Hij is daar zijn hele leven geweest. Uiteindelijk is hij dan teruggekomen naar Nederland en heeft Tess hem van een kennis/handelaar gekocht. In Spanje hebben ze een andere manier van training, waardoor Tess flink heeft moeten werken aan de ontspanning in Santos' lijf. Vooral op deze latere leeftijd is dat erg lastig, want Santos is al 18 jaar oud. Hij liep van zichzelf al heel erg bovenin en achter de loodlijn. Ze zijn er nog niet, maar ze hebben al wel flinke stappen gemaakt. En de challenge is straks om er 1 rondje op door te zitten. Ja. En het einde van mijn serie is dat ik dat dus zelf ook ga doen. Oh, echt mijn favoriete bezigheid. Ja. Het is echt zo heftig. En het was nog veel erger toen hij die rug niet kon loslaten. Keurig manneke. Ik ben echt heel benieuwd, want het ziet er natuurlijk heel makkelijk uit zoals je het nu doet. Ja, zo van la 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 la. Ja. Het paard heeft energie voor 65, dat is niet normaal. Ja, ja, kindervoorrecht, dat is zo pik. Heel blij. Ik moet het wel uit kunnen zitten allemaal, hè? En je wil alleen maar contact. Dus ik wil eigenlijk dat hij met mijn been, met mijn kuit, dan kan van mijn hand afrijzen zodat het neusje naar boven kan blijven. Ja. Maar ja, dan, ik heb ook echt gisteren wedstrijd gehad en ik heb zoveel spierpijn. Niets te doen. Ja, want je wil wel dat hij die rug goed blijft houden natuurlijk. Ja, precies. Maar ja, hij is wel gewoon heel los. Oh, ja. Dit paard kan ook echt mega in een tweede draf van de grond aflopen. Dus echt. Oh, dat is ook cool. Moet ik dat wel een beetje huiden hoor, als ik het moet doen. Ligt hier zeker geen toevallig geen zweepje, hè? Normaal rijd ik hem nooit met een zweepje, maar dan kan ik hem even heel mooi laten lopen. Ik zie niks liggen op de bakrand. Hier ligt er wel één. Ja? Oh. Zullen we dat even doen? Moet je niet achter de looplijn, hè? Beloofd? Jawel, dat doen we. Worden we weer gecanceld. Nee, ik krijg geen klap. Echt niet. Oh, lief. Ik heb Spaanse trauma's. Ja. Pak hem even van links, want dat vindt hij. Spaanse pas. Eentje. Ja, ik geef een beentje, oké? Okay? Vind je dat genoeg? En die knopjes zaten er allemaal al op, of? Ja, ja. Maar wel verkeerd aangeleerd. Ja. Allemaal vanuit stilstand, zeg maar. Ja. Huh? Niets meer. Oh, echt super gaaf. Ja, daar, goed, bra. Nou, super. Durf je erop? Ja. Oeh. Ik durf. Ik zal de zweep achterwege laten. Ja, dat zou. Anders wordt die heel heet. Okay. Zal ik die even aanpakken? Dat is goed. Met twee jongen. Is die boom voor krukje? Nee. Dat kent hij. Dat ken je wel, hè? Oh. Oh, kent hij. Oh. Wat is dat allemaal? Ja, even het zand eronder vandaan halen. Oh ja, dit is wel heel lang. Dat is lang, hè? Ja. Ik zit heel lang. Ik sta een beetje op mijn tenen. Ja, zeg maar, om dus onafhankelijk te kunnen blijven zitten. Zal ik hem even 2 gaten korter maken? Ja, je teugel is gedraaid. Hij is wel heel fijn in de mond, maar ja, je moet gewoon eigenlijk kijken dat je met je kuit heel zachtjes een beetje naar je hand toestapt. Ja. Maar ja, hij wil gewoon graag erachter. Maar, kom.
Oké, ga al. Kom maar. Let's go. Je had me dit ook echt geen 3 maanden geleden moeten vragen. Want dan was de overstap van Marley naar een hele tuiger veel te groot. Ja, maar nou is het natuurlijk gewoon een halve tuiger. Maar gooit hij voor jou ook hoog op, nee, van jouw idee? Of valt mee? Nee, en dat proberen we juist ook daaruit te krijgen. Ja. We zijn nu echt heel erg bezig op de lengte en dat hij die stappen gaat verruimen en zo. Ja, beter. Want inderdaad, nu is nog zo die leeftijd dat je dat dan goed kan afleren. Ja, ja, want je merkt het heel erg. En in Spanje is alles natuurlijk, alles achter de loodlijn, alles bovenin. En het is echt niet op elke stal natuurlijk in Spanje. Hoe hij is opgeleid wel, zeg maar. Hij is echt op de ouderwetse manier natuurlijk gereden. Hmm. Want hij natuurlijk ook al wat ouder is. Dat is braaf, hè. Ik weet ook niet wat me bezielde toen ik hem kocht eigenlijk. Dat ik dacht, lekker 16-jarige tuiger kopen. Echt, die meestal niet. In Spanje. En dan ook nog zeg maar zo ruk rijdt eigenlijk. Ja. Dan rijdt technisch eigenlijk heel slecht. En dan, nou, dan draafde ik erop weg. En ik zei echt, oeh, de eerste keer. Mag ik aandraven? Zeker. Heb ik weet niet of je er klaar voor bent. Heb ik nog uitleg nodig? Blijf zitten. Kom maar. Goed. Ja. Zo, je moet wel goed steun op je beugels hebben. Ja, hè? En dan mag hij voor mooie nog iets vlijtiger draven eigenlijk. Ja, dan zit je op het arbeidstempo. Oké. En is hij nou al een beetje lekker losjes, dus dan gaat het wel. Ja, dan gooi je wel op. Zo, je hebt wel die knievongen nodig, denk ik. Ja. Om je een beetje op je plek te houden. Kom maar. Kom. Ja, wat lekker zitten is anders. Ja. Ik zeg altijd wat. Dit is mijn, als ik op zondag ga rijden, ik zeg, kijk, mijn zondag morning routine. Maar ik merk inderdaad vandaag dat hij een klein beetje door je rechterbeen heen valt. Ja. Ja. En dan gooit hij ineens zo hoog op. Goed zo. Hoera, eigenhart. Hij zei, jij wou naar voren. Ja. Mag ik galopperen? Ja hoor, leef je uit. Het is zeg maar een echte tuig. Ja. Echt het ouderwetse type is dit, zeg maar. Wel gaaf hoor. Hier iets naar voren? Ja. Want ik ga hij net wat kijken, dan komt hij iets achter je been. En hij heeft af en toe wel eens de neiging om te zeggen, oh, dan val ik er wel even uit, zeg maar. Ja. En dan zit hij dus niet lekker als hij dat doet. Nou, wat ik bij jou rijden altijd zo mooi vind, dus ik ben echt helemaal... Dat je zo mooi met je hand altijd mee beweegt. En ik heb daar wat meer moeite mee. Dus dan voel je dat nu ook echt in de teugel en de druk van de mond terugkomen. Oh, dat is wel fijn om te horen. Dan doe ik altijd heel erg mijn best mee dat ik me niet zoveel vast probeer te zetten, zeg maar. Oeh, oh mijn. Ah, goed, ja. Ja, het is best wel een aparte om te rijden, laat ik het zo zeggen. Ja. Er is er eentje met een gebruiksaanwijzing. En vooral als hij dan een beetje zo met iemand vreemd is, dan zegt hij, oh, ik loop een keer door dat binnenbeen heen, vooral rechtsom. Ja. En dan gisteren was hij bijvoorbeeld rechtsom echt fenomenaal. Dus dat is echt heel grappig. Ja. Maar aan de ene kant ook zeggen van, volgens mij leer je er echt heel veel van. Ja. Ja, maar dan vraag ik me af, kan je dat toepassen op andere paarden die niet die gang hebben? Ja, ja zeker. Ja, ik merk gewoon dat ik door hem ben gaan rijden, dat ik op andere paarden veel makkelijker nog ben gaan zitten. Oeh. Ik heb altijd een beetje op dit paard het idee dat ik, hoe leg ik dat uit, een beginner ben. Ja, ja. En op andere paarden heb ik dan het idee dat ik in één keer een heel stuk beter kan rijden. Nou, en je moet... Want wat er net gebeurde, ik was even in de ruit aan het kijken naar mijn eigen houding. Ja. Maar dan ben ik dus niet met hem bezig. En dan zegt hij zo, stop Zegt mee. Hij gewoon, stop ermee. Ja, het is echt een professor wat dat betreft. Hij kent eigenlijk ook heel veel. Maar ik zeg, die basis, wat toen hij bij mij kwam, was gewoon echt nul. Was helemaal niks. En dan zegt iedereen, ja, maar hij piaffeert en dan kun je zet starten. Ik zeg, nou, ten eerste, piaf wordt niet in chat gevraagd. Nee. Ten tweede, mijn lengtebuiging is ruk. Hij loopt niet van achter naar voor, hij loopt achter de loodlijn. Ja. Hij loopt echt op zijn voorbenen in plaats van op zijn achterbenen. Ja. Dus ik probeer alles heel erg van achter naar voor te rijden. Maar ja, ook bij mij loopt hij achter de loodlijn. Ja. En bijvoorbeeld gisteren had ik hele mooie stukken. Er stond er zelfs op mijn proef niet eens dat hij achter de loodlijn liep. Okay. En toen dacht ik, yes, yes, goals. Ja, precies. Want een jaar geleden op wedstrijd was het alleen maar... mijn punten werden naar beneden afgestraft omdat hij elke keer toch erachter kwam. Ja, precies. En ik heb
Vorige weekend stond er wel één keertje wat diep. En dat was in mijn door een S van hand veranderen. Dat hij dus inderdaad een beetje zo... Ja. Ja, sowieso vind ik dat wel goed dat ze in die BL en zo echt nog wel graag zien... vanuit ontspannenheid dat het neusje wat meer naar voren is. Ja. Maar je merkt wel dat ze er ook wel in de hogere klassen steeds wat strenger op worden. Ja. Dat over in de loodlijn en zo. Ja, klopt. En de reden waarom ik met hem dus bijvoorbeeld geen M of Z ben gaan starten... is ook precies omdat je moet hem doorzitten. Ja. Ik wil gewoon eerst die basis zo voor elkaar hebben dat ik hem dus ook kan doorzitten. Mm-hmm. Want ja, op zich, ik rij hem natuurlijk elke dag en ik zit hem echt heus wel door. Ja. Maar ik moet altijd een beetje huilen als het een hele proef is. Ik heb het één keer gedaan... En dat was eigenlijk een foutje van mezelf, dat ik ben gaan starten. En normaal doe ik dan mijn proeven uit mijn hoofd en dan zet en dan doorzitten. Oh ja. En ik was alleen op concours, had ik hem mee en dan rijd ik mijn proefje uit mijn hoofd. En ik wil zo binnenkomen, ik hoor het belletje en ik ga doorzitten en ik kom mijn AC-lijn op. En ik denk, kut. Nu moet ik, heel nou de proef. Moet ik, kut. Ja, want je mag niet halverwege wisselen of zo, nee, toch? Nee, dus ik dacht echt, shit. Ja, dat maar, je denkt, nou, ja, ik heb het overleefd, het zweet liep echt van mijn wedstrijdjasje, kon ik bijna zo doen. Maar het is gelukt. Maar ik merk dan toch, omdat die basis dan toen net niet helemaal voor elkaar was... Ja. Dat hij dan gewoon, weet je, zo... En ik voelde dat ik iets meer druk ging zetten op mijn handen. Waar, dat wil ik gewoon niet, zeg maar. Ik wil echt contact in plaats van druk. Mm-hmm. Ja, en toen was het helemaal shit. Oh, mooi. Nou, zal ik eens kijken of het... Of je het overleeft. Dat je net een klein beetje zo met je been naar het neusje eruit haalt, zeg maar. Dat je een klein beetje bovenin en dan echt naar je hand toe rijdt. Ja, dat wordt al iets beter. Ja, zo ja. Hij is wel veel fijner dan zo ook. Ja, hè? Dus als je even een rondje hebt gestapt en dan komt hij heel mooi. Nu loopt hij mooi met zijn neusje naar boven. Ja, precies. Oh, ik moet even poepen, zegt hij. Tuurlijk. Daar niet je hand te veel optillen, maar echt erachteraan. Ja, daar komt hij weer. Voel je? En dan heel zachtjes weer met je hand. Heel zachtjes. Ja. Want als je bij hem al iets te veel doet, dan is hij er al bijna weer achter, weet je wel? Ja. Ja, dit is heel goed. Super. Hier weer iets op. Nou, laat het letten om je binnenbeen. Zit hij weer allemaal spoken natuurlijk. Loopt iemand met een mesboy. Hij is eigenlijk stiekem best wel leuk, hè? Ja, ja. Maar je kan gewoon heel veel ermee puzzelen. Dat is zo leuk. Ja. En je krijgt heel snel een reactie als je iets goed of fout doet. Ja, ja, dat heeft hij inderdaad. Ja. Doei, zegt hij. Ja, dat was echt een heel mooi stukje daar. Daar voelde je echt dat je met je been naar je hand op toe rijden was. Ja. Ja, hij doet heel snel dat hij... Nou, nu is hij een soort travers aan het doen. Maar dat hij... Oké. Oké dan. Ik dacht wel, ik ga straks galopperen, maar nu nog niet. Ja. Hij zei, jij dacht aan galop, toch? Maar het was meer... Hij wil soms... Waarschijnlijk geef ik dan verkeerde dingen. Nou, wilde hij naar richting die jacht gaan. Wat ik zie is dat jij inderdaad wat inklikt in jouw linkerschouder. Waardoor je je bekken een beetje zo naar buiten kantelt. Waardoor je dus je rechterbeen een klein beetje wegsteekt. Dat je iets meer probeert te zitten op je rechter zitbeenknobbel. En je rechterschouder iets lager. Ja, dat. Ja, dit. Voel je? Dit. Ja. Je rechterschouder een beetje ontspannen daar. En iets meer rechterbeen. Daar, ja. Kijk, dan krijg je ook veel meer antwoord van hem ineens. Ja. Zo, ja, super. Dat is heel mooi. Kan hij een wissel of niet? Je mag het proberen, maar hij kent het niet. Hallo? Ik ben een tijger, kijk maar gaan. Echt hè? Gestaag. Hij kan wel stap naar galop als je dat zou willen. Ja, heel goed. Maar ik geloof wel dat als een paard dus 18 jaar zeg maar, op dezelfde manier is gereden, dat je er wel wat aan kan verbeteren, maar echt eruit rijden. Ja, dat wordt lastig. Dat is, en dan denk ik dat het maar gewoon belangrijk is om ze zo comfortabel mogelijk oud te laten worden inderdaad. Ja. Dus ik zeg al, ja, ik ben al blij dat ik zeg maar niet hem in de krul trek. Ja. Dus dat is, kan ik ook niet, ik heb geen kracht in mijn armen. Ja. Dat is positief, is anders een keer vervelend ben. Nee, Nou, ik merk dat soms wel hoor. Vroeger, toen ik nog anders reed, dan had ik echt soms wel spierpijn aan mijn linkerarm of alleen mijn rechterarm. Dan denk ik, ja, maar dan heb ik dus iets fout gedaan. Ja. Want dat hoort niet. Nee, dat is ook. Want ik merk ook vaak van... als hij bijvoorbeeld inderdaad nu zoals rechtsom scheef loopt... dan denk ik, oké, hoe zit ik vandaag? Ja. Heb ik weinig balans? Ben ik sterker links of rechts? Weet je, hoe zit mijn druk in mijn benen? Want ik heb bijvoorbeeld dat ik één been af en toe gewoon niet kan gebruiken of zo. Ja, ja. Waarom? Ja. Nou ja, ik heb het met inderdaad mijn schouder. Zoals jij zegt, doe je rechter schouder. Maar ik denk, ja, maar als je mij van voren ziet, dan staat deze hoger. Ja. Omdat ik met mijn spieren richting mijn nek, dat zit gewoon altijd vast. Ja. Dus dan denk ik, ja...
is ik zo naar beneden te duwen. Gaat niet. Ja, wat ik altijd zeg is bijvoorbeeld... ik heb ooit een keer les gehad van iemand. Zijn moeder van Dana trouwens. Jou. Ja. En dat is echt een super goede instructrice. En die zei... Doe je... Want ik deed altijd een beetje zo zitten. Een beetje echt, ik zit echt zo. Oh ja, als een soort stijf. Oh echt, ik ga zo zitten. Ik ga een soort aardappelzak zo zitten. Nee, ik ga echt zo. Zo probeer bijna te rechtop te zitten. Oh ja. En dan zit ik alles vast. Ja, ja. Maar echt wel mijn armen. En toen zei ze... Doe je schouders laten zakken. Toen dacht ik, ja, jij makkelijk praten. Maar toen moest ik mijn punten van mijn schouderbladen in mijn BH-bandje duwen. Oh, ja, en toen ja. ik dat deed, toen deed ik mijn schouders laten afzakken. Oh, ja, ja. Het is ja. zij die tip heeft gegeven, denk ik altijd... Oh, dan kijk je in de spiegel en denk ik, ja, ja, laat ze zakken. Doe ze mijn BH-bandje. Ja. Oh, dat is een goede tip. Nou, je gaat naar beneden en naar achter. Ja. Wij staan weer op de parkeerplaats. Sant is helemaal afgezadeld. Die is klaar om weer op de trailer te gaan, knappertje. Ja, hoe vond jij dat ik het deed? Ja, ik vond echt dat je het vet goed deed. Ja, echt oprecht. Want iedereen die er voor het eerst oprijdt, zegt gelijk... Ja. Eigenlijk dat. Krijg ja. gelijk een error. Nou ja, kijk, dat zat wel in mijn hoofd. Maar ik ben nog niet zo iemand die dat al gelijk gaat zeggen. Denk van, ja. Oké, eerst even aanvoelen. Jij draait aan in je hoofd. Oké, focus. Ik moet dit doen. Ik moet dat doen. Ja. Nee, maar ik vond dat je het echt vet goed deed. Want het is echt... Ik vind het een van de moeilijkste paarden... terrein die ik ooit heb gereden, zeg maar. Yeah. Maar ook omdat het wel echt een professor is, natuurlijk. Ja. Yeah. En ja, het is gewoon verder hartstikke leuk. ik vond het ook super gezellig. Ja, dus, inderdaad. Leuk. Ik zeg al, de volgende keer op een ander. Ja. Nou, Lydia, wel thuis. En dankjewel.